onbegrip. Dat is het woord. Ja. Want eigenlijk zou je gewoon woedend moeten zijn. Zou je gewoon helemaal uit je dak moeten gaan. Als je dat toch ziet, wat die mensen daar doen. Nu in Krimpen aan de IJssel en in Urk. Dat ze toch weer met honderden, ja, 700, soms 800 man, toch gewoon naar de kerk gaan. Ja, en nu was het toevallig daar, maar de volgende keer is het gewoon in Barneveld of in Staphorst. En dan doen ze dat ook weer. Geen enkel probleem. En dan noemen ze het, weet ik veel, ze geven het maar een naam, oud gereformeerd. Ja, of is het jong belegen gereformeerd. Doe maar wat, sla maar een kruis. Gooi maar een beetje met wijwater. Oh nee, dat is geloof ik weer katholiek. In ieder geval, je doet maar een beetje zo en je doet maar een beetje zo. En dan hup. En dan is het allemaal goed. En dan mag er van alles in Nederland. En niemand, eigenlijk niemand, die daartegen in opstand komt. En zegt, wat is dit? Heel Nederland moet zich aan maatregelen houden. He? Dat weten we op dit moment. Iedereen heeft te maken met een avondklok en de horeca, die moeten gewoon allemaal keurig dicht. Want we zijn met z'n allen nog bezig om dat virus te verslaan. Nee, zegt hervormd en gereformeerd Nederland. Nee, wij hebben geestelijke nood. Nee, wij kunnen niet langer thuis bidden. Want God, wie dat ook mogen zijn, die zit niet in ons huis. Nee, die zit alleen in de kerk. Daar kunnen we hem spreken. Oh, is dat zo? En daarnaast zeggen ze dan, ja, maar wij luisteren niet naar mensen. Nee, en ook niet naar de regering. Wij luisteren alleen naar God. Oh, zit dat zo? En ik heb altijd geleerd, met mijn katholieke opvoeding, het gaat om naastenliefde. Je hebt te maken met de mensen om je heen. Nou, daar hebben ze daar bij hervormd en gereformeerd Nederland, hebben ze daar geen last van. Want dat interesseert ze geen moer, want ze zijn gewoon heel erg egoïstisch en ze trekken zich van niks en niemand wat aan. En dan is het toch ongelooflijk dat iedereen zich keurig aan de regels probeert te houden en niet deze mafketels. Nee, en die mogen gewoon ongestoord hun gang gaan. En daar, ja, dat. En normaal gesproken moet je daar dus helemaal vanuit je dak gaan. Maar nu niet, want het is alleen maar onbegrip dat je er gewoon niet bij kan met je hoofd. En dat je alleen maar denkt, waarom is er niet één iemand die gewoon even gewoon keihard ingrijpt en zegt, oké, en nou is het klaar. Gewoon gooi al die gebedshuizen en al die kerken gewoon dicht voor een paar maanden. Punt. En dan is het afgelopen met deze ongelofelijke ongein.